Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Voordat de video begint wil ik heel even zeggen dank jullie wel voor alle support de laatste tijd. Het betekent zoveel voor mij en Max. We hebben inmiddels al bijna 84.000 abonnees. Dat is zoveel. Laat even een like achter, we gaan voor de 3.000 likes samen. En abonneer eventjes, we gaan over 16.000 abonnees ongeveer de 100.000 abonnees halen. Ah, dat zou zoveel betekenen. Comment even, ik ben geabonneerd. En dan zou ik je comment liken als je echt geabonneerd bent. Dankjewel, veel kijkplezier. Jotem! Vorige keer in Henkie zijn leven. Abonneer! Oh! Gek! Wat doe je nou? Ja, wat doe jij nou? Oh, Gerard, jij bent het! Henkie! Oh, hoezo? Henkie. Wat is hier snel? Hoe kom je zo'n snelle auto? Henkie! Oh, wat een ontsnapping van jou, Gerard! Ben je er doorheen? Ja, ik ben er doorheen! Oh, hey, we zijn weer opgesloten, Gerard! Hoi, Henkie, ik zal me even voorstellen. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Joris Boutsma. Joris Boutsma. Ja, daar bent u. Oké, kom mee. Meneer, kom mee. Rennen voor uw leven. Jongens. Ja? Ja. Ik ben te dik. Ik heb me laatst nog eens zo'n leuke film gezien, hé. Ah, dat was zo spannend, die film. Kijk, weet je wat? Ik laat wel even zien hoe ze dat deden anders. Ja, film jij het. Dan gaan we onze eigen film maken. Ik pak de camera. Ja. Ja, dat doe ik met uw spullen. Ja. Henkie, even een pauze. Hoezo? Wat is het? Heb je dit geregeld? Ja. Oké, actie. Actie. En meneer, open de kassa. Geef me al het geld dat je hebt. Nou, meneer, geef me al het geld dat je hebt. Ik wil het nu in de zak. Nou, dat is wat ze zeiden, opa Gerard. Opa Gerard? Waar ben je? Hé? Gerard, je moet wel blijven filmen, hè? Waar ben je nou heen gelopen? Gerard, ben je nou... Gerard, ik had al eerder gezegd, we zouden niet achter in de winkel gaan staan, oké? Okay? Oh, Gerard. Waar ben je? Nou, hij is gewoon verdwenen. Mijn auto is ook weg. Mijn auto is weg en Gerard is weg. Hé, hond. Hondje. Heb jij Gerard gestolen? Mijn hondje, vertel het me. Als je Gerard hebt gestolen, geef hem terug. Maar je bent wel een schattig hondje eigenlijk, hè? Maar ik moet zeggen, als je hem gestolen hebt, moet je hem echt teruggeven. Hé, maar nu ben ik wel heel bezorgd aan het worden, hoor. Waar is Gerard? Is hij in de bank? Is hij gaan pinnen? Nee, die is hij ook al niet. Nou, weet je, ik ga de politie bellen. Dit vind ik wel heel eng. Gerard is weg en mijn auto is weg. Ik had een bericht gestuurd naar de politiekijkers. Oh, dit vind ik helemaal niet leuk wat hier gebeurt. Wat nou als het fout met hem afloopt? Wat nou als hij niet terugkomt? Hallo? 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 Henkie. Hey. Oh, daar heb je de politie al. Oh, daar heb je de politie. Hallo? Hoi. Ah, de politie is er. Kijk eens, eindelijk. Wat fijn. Wat fijn. Hoi meneer de agent. Ik was hier, mag ik mijn verhaal vertellen? Ja, tuurlijk. Ik was hier met mijn opa. Opa Gerard was ik een film aan het opnemen. En toen was ik even niet aan het kijken. En toen keek ik weer terug waar hij stond. Om te vragen of alles goed ging. En toen was hij weg. En toen liep ik naar buiten. En toen was mijn auto ook weg. Oké, wat voor auto is het? Een hele groene met roze auto met karton erop. Jij kent hem zo als je hem ziet. Oké. Weet je ook de naam van je vriend? Denk het wel. Opa Gerard heet hij. Je kent hem vast wel. Oké, dus je denkt dat hij ontvoerd is? Ik denk het wel, ja. Ik weet het niet. Hij zou zo nooit maar weggaan. Een groen met roze en karton auto. Ja, groen met roze en karton. Hij is heel mooi. Goed, dan gaan wij daar naar uitkijken. Hoi, wie zijn jullie? Ja, we zijn een mate van een kerel. Hij reed net in en ik weet eigenlijk niet. Een witte auto met een rood dak. Oh, ja. Dank u wel, meneer de agent. Echt, dank u wel. Even kijken of die achterdeuren open gaan. Moet ik even je achterklep open doen? Sowieso, die doe ik wel. Ik doe je achterkleppen wel open. Nee! Hoezo? Oh. Hij moet toch open? Nee, dat doe je anders, ik zei Henkie. Kijken of de achterdeuren doe je dat dan? Open kunnen. Wat doe je dat dan? Oh, de achterdeuren. Wacht, dat kan ik ook mee helpen. Ja! Nee, Henkie. Ja, maar je zegt achterdeuren open! Oh. Doei. Ja. Oh, hij moet kunnen. Ja. Oké, kom aan. Nee! Help! Hey Henkie, ik dacht dat jij nog vast zat, man. Hoezo vast? Waarin? Nee. Ja, waar zit je, moet denk ik mijn knie vast of zo, mijn voet vast? Nee, in de gevangenis vast. Wat. Nee joh, ik heb nooit in de gevangenis gezeten. Echt? Ja, wat? Ik heb misschien één keertje in de gevangenis gezeten. Het voelt lekker hoor. Oh, ik dacht dat je nog vast zat, man. Nee joh. Hoe is het bij je donuts? Ja, goed. Op. Ja. Wel op, ik moet niet meer halen. Alleen, ik heb een winkelverbod gekregen. Oh! En kijk op. Mag ik mee? Oh! Wow, waar kom jij vandaan? Nee, waar komt hij vandaan? Wie zijn jullie eigenlijk? De
Ik ben X en hij is Z. Jij bent X en hij Z? Ja. Dat zijn jullie namen, X en Z. Maar nou, waar moet je? Ik weet het niet, ik wilde gewoon weg. Eerst wilde ik naar Blokkenpark. Maar dat was zo druk daar. Wat gaan jullie doen vandaag? Ik kan ook mijn Volkswagen laten zien. Of de Dam. De Dam? Is de Dam leuk dan? Ja, heel leuk. Echt? Kan je vliegen? Kan je vliegen op de Dam? Voor 3 seconden. Voor 3 seconden kan je vliegen? Ja. Echt? Ja. Ja. Wil jullie dat laten zien aan mij? Is goed. Oké. We kunnen ook iemand anders even uitnodigen. Die kan je nog beter laten zien hoe je moet vliegen. Echt? Wie? Wie kunnen we nog laten vliegen? Ah, dat vind ik heel leuk. Dat vind ik een goed idee. Dan wil ik eerst hem zien vliegen en dan vlieg ik daarna. Is goed. Dus ik wil wel eerst een soort trainer hebben die het voordoet voor me. Want anders vind ik het veel te eng. Ja. Ja, wij gaan meestal als laatst. Want, Jullie gaan als laatst. Ja, voor veiligheid, dat snap ik. Je moet wel kijken of iedereen goed beneden terechtkomt waarschijnlijk. Ja, klopt. Oh, ja, dat klinkt logisch. Moet ik nog wat spieroefeningen doen of zo? Voordat we gaan vliegen? Ik weet niet wat jij vijf vindt. Welk merk is jouw bril? Welk merk is jouw bril? Welk merk is mijn bril? Dat is eigen montuur. Oh, je hebt vliegbril. Ja, dit is vliegbril. Die heb ik zelf gemonteerd. Extra licht? Extra licht, ja. Je merkt niet eens. Oh, dat was snel. Ja, er is even niemand tot vliegveld beschikbaar. Jawel, maar we kunnen toch iemand hier bij het Blokkenpark, zo'n witte gast pakken. Dus, ik denk dat je gewoon als eerste moet gaan. Het is echt niet zo moeilijk. Ja, maar ik durf niet alleen. Ik ga je wel steunen. Je gaat me steunen. Maar ik kan echt vliegen dan, hè? Jij kan goed vliegen, ik geloof in je. Waar maak je vast? Ik dacht een keertje eerder dat ik kon vliegen. Toen ben ik vanaf de hijskraan boven op het hoogste gebouw in de stad gesprongen. Maar toen had ik eigenlijk... kon ik niet vliegen, toen viel ik gewoon naar beneden. Ja, maar deze lukt het wel. Ah, oké. Okay. Ja, en stel het gaat fout, ik heb echt een hele sterke rug, hoor. Dus dat komt sowieso wat goed. Wat je zometeen, ik ga je zo een vliegbiertje geven. Een vliegbiertje? Ja. Dan kan je vliegen. Ik denk dat je dat verkeerd hebt gedaan. Oké. Okay. Ja, natuurlijk van het hoogste punt. En dan kan je helemaal tot de andere kant van de stad vliegen. Dan kan je helemaal naar de kraan heen vliegen. Land je zo op Blokkenpark. Oh, echt? Ja. Oh, wat gaaf. Dan geef ik je hier je vliegbiertje. Oh ja, oké, dan geef ik hem boven, ja? Henkie moet eerst naar boven dan, hoor, denk ik. Ja, Henkie, ga maar naar boven. Moet ik eerst naar boven? Ja, hier naar boven. Oké, okay. Je hebt hier vliegbiertje. Vliegbiertje heb ik gekregen. Gaat dit goed komen? Echt? Ja. Beloven jullie het? Beloven jullie het? Oké, en nu? Mag ik gewoon van de kant dat je erbij kan? Ook, ik vind het heel eng. Ja, maar hoe moet ik vliegen? Je moet wel de tactiek vertellen. Je moet je armen en je benen spreiden. Mijn armen en mijn benen spreiden. Ik heb een vliegbiertje. Moet ik die eerst drinken? Ja. Oké, wacht. Zo, ik drink een vliegbiertje. Wow! Go. Wow, dat ziet er raar uit, hé. Oké, 3, 2, 1. Vliegbiertje! Nee! Ik kan niet vliegen! Ah, ze logen tegen me. Ik kan helemaal niet vliegen aan mijn rug. Ah, dat was niet aardig. Zo hé. Nou, alles gaat gelukkig nog goed met mijn kijkers. Hallo meneer, dankjewel voor het redden van mijn leven. Ja, Nee, toch? Hoi! Oh nee! Wie ben jij? Hoi! Ik ben Denise. Hoi Denise, wie ben jij? Ik ben Denise. Oh, hey Denise, wie ben jij? Gozer, ik ben Denise. Ik ben Remco. Oh, hey Denise, wie ben jij? Ja, wie ben jij? Ik ben Remco. Ik ben wie ben jij? Ik ben Denise. Oh, hey Denise, wie ben jij? Hoi. Ik ben Remco. Hoi Denise, hoi. Aangenaam. Wie ben jij? Ik ben Remco. Waarom zei je dat niet eerder? Dat zei ik echt al. Jij bent ook niet echt goed over je hoofd, hoor. Mooie zonnebril. Dankjewel. Coole zonnebril. Dankjewel. Wie ben jij? Ik ben Remco. Aangenaam, Remco. Oh, hey! Hey, Henkie! Hey, Denise, wie is dit? Dat is Remco! Hoi, Remco! Hoi, Henkie. Mooi zonnebril. Hey, wie ben jij? Hey, ik ben nieuw bij de ambulance. Ik ben Hidde. Hallo. Hallo. Hey, jij, wie ben jij? Ik ben Henkie. Wie is dit? Dat is Denise. Denise, wie is dat? Remco. Remco, wat een mooie zonnebril. Nou, wat een aardige mensen waren dat. Daar heb ik toch nog even leuk contact mee gehad. Kijk, mijn auto staat al klaar. Mevrouw, ik verzoek u even om uit te stappen. Zo, hé, daar gaan we. Oh, we zijn lekker onderweg terug naar Blokkenpark. Ik moet die twee even opzoeken, hoor. En Gerard moet ik nog vinden. Het is een beetje een mysterie. Zo, hé, daar gaan we. Misschien dat ze wel weer hier zijn. Kan ik ze een keer hier weer vinden? Aan de kant, joh, gek! Denk het niet. Oh, jawel, kijk, daar is hij. Daar is hij. Hé, meneer. Meneer. Ja. Jij hebt mij net... Meneer, ik kon helemaal niet vliegen. Jawel, je vloog. Ja, maar ik viel hartstikke hard op de grond, joh. Ja, maar je vloog 3 seconden. Ja, dat heb je inderdaad wel punt. Dat was de afspraak. Maar wat is hier nou met jouw stem gebeurd, joh? Ben je op je keel geslagen of zo? Nou, hij was gemeen. Dan stap ik wel weer in mijn eigen auto, hoor. Deze is gewoon van mij. Stap ik gewoon in.
Waarom moeten ze nou altijd zo gemeend zijn tegen mijn kijkers? Dat snap ik nooit. Zo, kijkers, weet je waar ik me toch een zin in heb? In lekkere donuts. Dus ik ga even lekker deze winkel. Hier ben ik niet verbannen. Hier kan ik gewoon lekker donuts halen. Zo, ah, lekker deze donuts, hé. Ah, wat heb ik een zin in. Ik denk dat ik alle roze koop van die man. Wat wil ik nog meer? Waarschijnlijk hebben ze ook lekker nootmuskaatkoekjes hier. Ah, wacht, die staan hier, kijk. Ah, die staan gewoon hier, wat lekker, hé. Ah, hier heb ik toch absoluut het meeste zin in, denk ik. In lekkere nootmuskaatkoekjes. Ah, wat gaan we nog meer halen? Hier ligt niet zoveel lekkers nog bij. Misschien dat ik pizza haal vanavond. Dat vind ik wel lekker. En dan kan ik een paar van mijn nootmuskaatkoekjes en donuts op doen. Nou, ik denk dat het wel is. Ik ga even afrekenen, hoor, met die man. Nou, meneer, dat zal zijn. Een paar donuts, een paar nootmuskaatkoekjes en een overheerlijke lege pizza die ik helemaal zelf ga samenstellen. Dank u wel. Oh, hé, daar gaan we. Nou. Oh, hé. Politie. Hallo! Oh! Meneer! Meneer! Oh! Waarom doet u dat? Oh! Waarom deed u dat? Meneer! Henkie! Meneer, waarom schiet u op me? Niet doen! Henkie! Ja? Rustig aan. Wat doe jij hier? Dat...